Met de partijcongressen van zowel de Labour-partij als de Conservatieven stond het Brexit-thema recent weer volop in de schijnwerpers. Te meer omdat de informele top in Salzburg eind september Europa liet weten dat het zogenaamde Checkers-plan van Theresa May tekortschoot. Dat plan staat voor het vasthouden aan sommige EU-regels en ook vrijhandel wat betreft goederen, maar van het huidige verkeer van personen en diensten zou geen sprake meer zijn. De EU, van haar kant, ziet hierin vooral een ondermijning van de concurrentiekracht van Europese bedrijven. En de Ierse kwestie blijft natuurlijk prangend. Zowel de EU als het VK willen een harde grens op het Ierse eiland vermijden. Dat om te beletten dat het vredesproces tussen de protestantse en de katholieke bevolking verstoord wordt. Maar dat is natuurlijk zeer moeilijk te orchestreren, gezien de Britse wil om uit de interne markt en de douane-unie te stappen. Het moment van de waarheid voor de Brexit-onderhandelingen komt steeds dichterbij. Deze maand moet er maximale vooruitgang worden geboekt. Op de EU-top van 18 oktober moeten regeringsleiders van de 27 lidstaten bepalen of er uitzicht is op een Brexit-deal. Afhankelijk daarvan zal Europa beslissen of de voorwaarden aanwezig zijn om in november een buitengewone top bijeen te roepen om het akkoord formeel af te ronden. Anderen gaan er dan weer vanuit dat er pas ten vroegste in december een oplossing uit de bus kan komen. Hoe dan ook, de tijd dringt. Dat is zo omdat alle partijen voldoende tijd nodig hebben om het akkoord officieel goed te keuren. Naar verwachting zullen de procedures in het Britse parlement het langst duren. Langs Europese kant moet er sprake zijn van een sterk gekwalificeerde meerderheid, wat betekent dat minstens 20 lidstaten, die tenminste 65% van de EU-bevolking vertegenwoordigen, ermee akkoord moeten gaan. In het geval een Brexit-overeenkomst zou uitblijven, dan zou het VK voor de handel met Europa terugvallen op afspraken van de Wereldhandelsorganisatie, met als gevolg nieuwe handelsbarrières zoals hogere importtarieven en strengere kwaliteitscontroles aan de grens. De economische schade en het banenverlies kan in dat geval aardig oplopen. De risico's op een mislukking zijn allesbehalve verwaarloosbaar, maar wij gaan er tot nader orde nog altijd vanuit dat er een last-minute deal wordt bereikt. In dat geval treedt de overgangsregeling van kracht en blijven de Britten tot eind 2020 deel uitmaken van de interne markt en de douane-unie.